twee jonge mannen uit Merksem hebben meer dan 20 miljoen dollar of zo'n 19 miljoen euro ingezameld voor het goede doel. Niet door van deur tot deur koekjes te verkopen, maar gewoon door te gamen. Ze zijn razend bekend in de gamerswereld en gebruiken hun populariteit om mensen geld te doen storten. $5 is juist binnengekomen, $50, $5, $1, $5, $2, hier $10, $1, $5, $100, $50. Zo simpel is het voor Bashir. Hij roept zijn fans op om te doneren en het geld rolt binnen. Hij is een van de bekendste gamers ter wereld. In ruil voor uitdagingen of games schenken zijn fans geld aan een goed doel. Samen met zijn vriend Dries haalde hij zo al 19 miljoen euro binnen. Op dit moment zamelen ze geld in voor de strijd tegen ebola. Ebola is heel moeilijk om voor te fundraisen, omdat het een ziekte is die mensen heel akelig vinden. Het is iets wat ook abstracter is om voor te fundraisen, omdat mensen niet goed weten van wat zijn we net aan het steunen. En dus trokken ze samen naar Liberia om de betrokkenheid bij hun fans te verhogen en hen te doen storten. You're one of the first nurses that were here, one of the first three. Als je daar zelf bent, is de situatie zo meer reëel dan als je gewoon erover hoort. En dat is ook iets dat ik zelf heb ervaren. Statistieken is zoveel anders als je daar gewoon met kinderen spreekt die hun ouders hebben verloren en zo. Je ziet gewoon van dit is echt enorm erg. Met hun ebola-campagne bereikten ze zelfs CNN. In de Verenigde Staten zijn ze eigenlijk bekender dan hier. En dat allemaal vanuit een klein kamertje in Merksem. Uiteindelijk zijn wij eigenlijk maar gewoon vooral aan de kern twee personen die proberen alles zelf te doen. En toch kan je zo'n groot verschil maken. Ja, dat is iets wat mensen vaak niet beseffen, maar we leven in een tijd waarin dat het via het internet dat je ongelooflijk veel kan bereiken als één persoon of als een paar personen.